En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Ja, een klein beetje hulp vanuit de overheid. Maar wat vinden wij er eigenlijk van, dat energieplafond? Bent u niet blij dat u nu de komende maanden geholpen wordt met de energierekening? Ja, min of meer natuurlijk wel. Nee. Waarom niet? Ja, dat moet ik zelf doen. Ik weet nog nergens van. Ja, ik moet de rekening nog afwachten, hè? Weet ik niet. Ik ben de groene energie. Ja. Gebruik. Die ieder jaar normaal. Is ze niet duur? Nee. Die is normaal altijd. En denkt u dat het voldoende is, deze maatregel? Voor mij misschien wel, maar voor misschien veel anderen niet. Voor mij betekent het best een ramp voor ouderen. En de kosten, met de ene hand geven ze, maar ze trekken het gelijk weer met de andere hand terug. En dat vind ik gewoon eens een heel triest geval. Het geeft in ieder geval zekerheid. Dus dat is volgens mij wel belangrijk. Dat je niet meer elke maand zit te wachten wat het nou weer wordt. Ik heb de rekening nog niet. Nee. Dus ik moet nog afwachten. Ik ben benieuwd. U denkt eigenlijk dat de maatregelen die nu genomen zijn... Waardeloos. Ja. Ja. Echt waardeloos. Ja, voor iedereen. Ja. Ja. Gewoon zakken vullen doen ze. Het hele kabinet? Ja, ja, 100%. Opruimen die rommel. Weg. Yes. En de rijken moeten rijker worden. Je mag geen vertrouwen in die mensen. Nee. Nee. Wordt niet geholpen. Waarom niet? Nou, ze komen wel met een subsidietje en ditje en datje. Maar heel veel mensen hebben er niks aan. Je wordt er nooit mee geholpen. Nooit. Ik vind het gewoon het beleid op het moment niet leuk. Niet zoals ik het van vroeger ken.